Was ik maar in Wallonië. Bestel nu de brochure met kortingsbonnen. Naast de vele groene bossen telt Wallonië ook 9 prachtige openbare parken en tuinen. Zoals hier in de schaduw van het kasteel van Senef. Kom er wandelen en genieten van de mooi aangelegde tuinen, bossen en vijvers. Landschapsarchitecten van vroeger en nu hebben van ieder park een pareltje gemaakt, met elk hun typische eigenheid. Alle parken zijn geclasseerd als uitzonderlijk erfgoed. Om de aantrekkingskracht te vergroten, hebben deze sites zich verenigd. Atre, Belleuil, Vreyir, La Hulpe en Modave herbergen schitterende kasteelparken. Maar ook de moestuin van het kasteel van Écossin, het park van Enghien en het gebied van Marimont zijn niet te missen. Terwijl het park in Senef in verschillende soorten tuinen is verdeeld, ligt de nadruk in Marimont eerder op de verschillende boomsoorten. Het park Marimont staat tevens ook bekend voor de kasteelruïne, de indrukwekkende beelden en de kleurrijke rozentuin. Bezoek deze 9 parken. Maar download eerst op de website gratis de begeleidende audiogids. Plaats de gids als mp3 op je gsm of mp3-speler en ontdek zo de parken op een unieke manier. Er bestaat een audiogids voor elk park en dit voor kinderen en volwassenen. Alle informatie, plannetjes van de parken en de audiogidsen vind je op jardin.toerismewallonië.be. Was ik maar in Wallonië. Bestel nu de brochure met kortingsbonnen.